Een van de tips die ik kreeg van mijn Instagram volgers was een Q&A. Dus ik heb ook besloten om deze in mijn vlog te doen. En zo kunnen jullie mij gelijk beter leren kennen. Dus ik vond het wel een goed idee. En ik heb op mijn telefoon de vragen. Die heb ik dus via Instagram van mijn volgers gekregen. En ja, die zal ik nu voor jullie beantwoorden. De eerste vraag wat ik heb gekregen is... Hoe gaat het met school? Ben je daarmee moeten stoppen? Nou, ik zat dus in mijn eerste jaar HBO Social Work. Ja, eigenlijk beviel me dat dus heel erg goed. Maar ja, natuurlijk omdat ik dus nu ziek ben en de situatie dus nu heel anders is, heb ik er dus besloten om mij nu eerst op mezelf en mijn gezondheid te gaan focussen. En als dat weer voorbij is, om te kijken verder met school te gaan. Dus voor nu is het even niks. Doe ik niks met school. En waar haal jij je positiviteit vandaan? En als je je down voelt, hoe haal je jezelf eruit? Ja, dat is wel een goede vraag. Eigenlijk, ja, waar haal ik mijn positiviteit vandaan? Ik denk heel veel van de mensen ook om mij heen. Die mij steunen en die er voor mij zijn. En ja, ik heb het idee dat als je een positieve mindset hebt, dan kom je heel ver. In plaats van dat je negatief gaat denken. Dus vandaar dat ik, ja, zoveel mogelijk proberen om positief te zijn. En ja, als ik me down voel, dan ja, eigenlijk gewoon huilen. Het uithuilen en het niet opkroppen. En ja, dat lucht op. En dan kun je dan ook weer door. Dus ja, dat is eigenlijk mijn ding wat ik dan doe. Komt het veel voor dat leukemie zo vaak terugkomt? Of ben je echt een uitzondering? You can do it. Nou ja, leukemie is eigenlijk heel goed behandelbaar. En 80% geneest ook eigenlijk. Na de eerste behandeling wat ik heb begrepen. Dus het is niet dat het echt vaak voorkomt dat mensen het altijd terugkrijgen. En ja, ik denk dat ik gewoon echt een pechgeval ben. Dat er toch iets misgaat. Of ik heb in het verleden dus alleen chemobehandelingen gehad. Dat dus dat niet genoeg is geweest. Dat ik dus toch een stamceltransplantatie moet krijgen om echt beter te worden. Dus ja, ik hoop dat het dat is. En dat het er nu ook voor eens en altijd weg blijft. Hoe lang ben je al samen met je vriend? En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is wel een leuke vraag. Ik ben 3 jaar samen met mijn vriend. En ja, eigenlijk, hoe hebben we elkaar leren kennen? Heel simpel, Instagram. Dus geen heel romantisch verhaal. Ergens kwam ik elkaar tegen. Nee, gewoon Instagram. Wat zijn je hobby's? Nou, om eerlijk te zijn, toen ik nog niet ziek was. Ik ging naar school. Ik werkte, dus eigenlijk had ik niet veel tijd voor hobby's. Maar eigenlijk dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Ja, met vriendinnen leuke dingen doen. Met mijn vriend. Netflix. Bioscoopje uit eten. Ja, dat waren eigenlijk een beetje mijn hobby's, denk ik. Want ik heb vroeger wel veel sporten gedaan. Dat was paardrijden, dansen, fitness ook. Maar eigenlijk de afgelopen tijd niks van een specifieke sport, zeg maar. Mijn lievelingseten. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk pasta en pizza vind ik ook wel heel lekker. Mijn grootste blunder, ja. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, 1, 2, 3. Ik kan, ja, ben aan het denken, maar ik heb niet echt een mega blunder. Ik kom misschien nog op terug. Ik weet alleen dat... toen ik jonger was, dus ik bedoel, ben nu 21, maar toen ik echt kleiner was, vond ik het eng om de wc-deur op slot te maken. Dus als ik dan vaak op een openbare plek was, ik zeg maar in een dierentuin of in een winkelcentrum, en ik moest naar de wc, dan deed ik dus de deur niet op slot. En ik werd vaker meegemaakt dat mensen dat dus de deur opentrokken en dat ik daar dus op de wc zat als kleiner kind. En dan, dat is echt wel... iets wat verschut was, wat ik heb meegemaakt. Maar... Hoe gaat je familie en je vrienden om met je ziekte? Nou ja, eigenlijk is iedereen heel supportive. En steunen hem echt allemaal super, ja, super erg. Dus ja, zeker is dat voor hen natuurlijk moeilijk. Want het is niet niks wat ik meemaak.
Maar iedereen is er gewoon heel erg voor mij. En ja, zeker hebben we onder moeilijke momenten. Maar iedereen gaat er goed mee om. In die zin hoe dat kan. Wat voor opleiding doe je? Heb ik al beantwoord voor jullie. Voelde je de symptomen van de ziekte? Voel je het te horen kreeg veel beterschap? Nou ja, toen ik in het verleden ziek was, toen heb ik heel veel pijn gehad in mijn onderrug. En dat heb ik gelukkig nu niet gehad. Maar ik kon het dus niet gelijk toen ik me slecht voelde aan de leukemie koppelen. Want ik had nu eigenlijk griepsverschijnselen, koorts en ik voelde me gewoon niet lekker in mijn vel. En in het verleden heb ik dus eigenlijk ook heel veel pijn gehad. Dus toen wist ik gelijk van, oeh, dat zit niet goed. En nu ja, heb ik dat gevoel niet gehad. Dus ik had me er wel heel erg voor opengesteld dat het iets verkeerd kon zijn. Maar leukemie, ja, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Want ik had nu niet zo'n hele heftige symptomen. Wat zijn de doelen die je echt wilt behalen? By the way, I love you. Super lief. Ja, de doelen die ik echt wil behalen. Ja. Er zijn eigenlijk wel meerdere. Ik heb niet één specifiek doel. Maar nou ja, één doel wat ik sowieso wil behalen is dat ik beter ga worden. Dat is nu mijn belangrijkste doel in mijn leven. En ja, daarbuitenom, ik deed dus de opleiding social work. En ik zou heel graag ergens willen gaan werken waar ik andere mensen kan helpen. Dus dat is ook één van de doelen die ik nog wil bereiken in mijn leven. En ja, misschien nog wel iets. Weet ik het niet. Wat zou je graag cadeau krijgen voor wanneer je naar het ziekenhuis moet? Ja, ik heb geen cadeau nodig. Alleen maar liefde van jullie. En dan komt alles goed. Geen vraag wil die alleen een virtuele dikke knuffel geven. Super lief. Hoe ben je erachter gekomen dat je ziek bent? Ja, omdat dus mijn artsen, het ziekenhuis dus zeg maar voorzichtig met mij is. Omdat ze mijn verleden weten. Ja, zijn ze nu eigenlijk gewoon snel erbij geweest. En hebben ze ervoor gekozen om bloed te prikken. En een B-merktpunctie te doen. En daar is eigenlijk dus dan vrij snel uitgekomen dat het niet goed was. Dus ik heb nu niet heel, heel lang in onzekerheid zitten wachten. En ja, zo zijn we eigenlijk dus achtergekomen. Hoe gaat het met je en hoe gaat je kanaal heten? Nou ja, het gaat gelukkig nu nog goed met mij. Ik voel me op zich redelijk goed. En ik heb nu niet echt veel bijwerkingen of klachten. En ja, mijn kanaal is gewoon mijn naam. Is het wel eens gebeurd dat je dacht dat je niet meer beter ging worden? Dat is ook wel een hele goede vraag. Ik heb me wel vaker afgevraagd van waarom heb ik dit? Waarom maak ik dit mee? Maar ja, daar krijg je nooit antwoord op. Dus daar kun je zelf wel mee gek maken, maar dat heeft geen zin. Heb ik echt gedacht dat ik niet meer beter zou worden? Om eerlijk te zijn heb ik die gedachte eigenlijk niet gehad. Ik heb niet gedacht van, oh, ik kan het niet meer of ik ga niet meer beter worden. Nee, gelukkig niet. Ik heb altijd heel positief erin gestaan. En ook zoals nu, het is de derde keer in principe. Maar ik heb zoiets, we gaan er gewoon voor. Ik moet en zal beter worden. En er is geen andere optie gewoon. Dus ja, de gedachte dat ik niet beter zal worden, ja, is er voor mij niet. Heb je al iets bedacht wat je in het ziekenhuis kan doen? Ja, dat gaat dus niet heel veel zijn. Maar Netflixen, ik neem mijn PlayStation mee. Ik neem jullie met mijn camera mee. ja, boeken neem ik mee. Laptop. Ik zal me een beetje met die dingen moeten gaan vermaken, denk ik. Misschien ook wel voor te tekenen. Zoiets leuks. Ja, dat zijn denk ik al de dingen. Ben je gelovig? Ja, ik heb zeg maar communie, vormsel, gedoopt. Heb ik allemaal meegemaakt. Maar eerlijk gezegd doe ik daar eigenlijk niet veel mee. Dus ik ben wel zo opgevoed in de zin dat ik die dingen heb gedaan, maar ja, verder eigenlijk niet. Wat is je droombaan? Ja, ik heb eigenlijk niet één specifieke droombaan, maar zoals wat ik zei, ik deed dus de opleiding social work. En ik weet wel dat ik zeg maar iets in die richting wil gaan doen. Ik heb alleen nog niet
specifiek één ding van nou dat gaat het worden. Ik wil gewoon graag andere mensen helpen. Zit je op school of werk je zo? Ja, hoe ga je daarmee om naast je ziekte? Ja, op school heb ik dus al beantwoord. Zat ik. En werk, ik had een bijbaan in de supermarkt. Maar dat is voor nu, ben ik gewoon ziek gemeld. En als ik na de hand weer hopelijk herstellende ben of beter ben, dan kunnen we dat weer oppakken hopelijk.